geschrokken reacties op de brand in een chalet voor statushouders. De brandstichting zou een protest zijn tegen de komst van asielzoekers, maar volgens de gemeente gaat het om mensen met een verblijfsvergunning. En dat zijn dus 7 personen, 7 statushouders, die wij als gemeente Nunspeet sowieso al in onze gemeente gingen huisvesten. Minder plastic in zee dan werd aangenomen. Milieuorganisatie Schone Rivieren gelooft het wel, want dat plastic ligt namelijk vooral in de rivieren. En dat komt omdat plastic wat uit de rivieren komt ook bezinkt in de rivieroevers en daarachter blijft. En morgen trapt Vitesse het nieuwe voetbalseizoen af met een uitwedstrijd tegen Volendam. De Arnhemmers zijn er klaar voor. Wie wordt de nummer 1 van Gelderland? Wij natuurlijk, 100%. Moet wel. Goedenavond. Burgemeester Céline Blom van de gemeente Nunspeet is enorm geschrokken van de diefstal en het in brand steken van een staakcaravan in Hulshorst. De actie zou een protest zijn tegen de komst van asielzoekers op bungalowpark De Hoefstal. Even voor middernacht afgelopen vrijdag gaat de politie naar een brand in de buurt van het Veluwemeer in de gemeente Nunspeet. Bij aankomst zien de agenten dat een staakcaravan in brand staat. Later blijkt dat de caravan van bungalowpark De Hoefstal in Hulshorst naar het Veluwemeer is gesleept en daar in brand gestoken. Ja, we zijn enorm geschrokken dat er een caravan ontvreemd is, dat er in ieder geval brand is geweest. We zijn wel leuzen ook geplaatst, AZC, nee. Dus daar zijn we heel erg van geschrokken, want dat is helemaal niet aan de orde. Bungalowpark De Hoefstal gaat weg en sommige mensen vrezen dat er een asielzoekerscentrum voor in de plaats komt. Mogelijk is er een link met de diefstal en brandstichting van de caravan en de bekladding van het hoofdgebouw. Ja, ik denk inderdaad dat er wel op lijkt. Het is wel zo dat ik niet vooruit wil lopen op het politieonderzoek, maar het heeft er alle schijn van, laat ik het zo zeggen. Volgens de gemeente komt er op de plek van het bungalowpark een nieuwe woonwijk. En tot het zover is, gaan er statushouders wonen. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven en waarvoor gemeenten verplicht woonruimte moeten zoeken. Er zijn nu 3 huisjes voor statushouders. Die wonen daar al enige tijd. En er worden 7 huisjes aan toegevoegd, waar in elk huisje 1 persoon aan gekoppeld wordt. En dat zijn dus 7 personen, 7 statushouders. Die wij als gemeente Nunspeet sowieso al in onze gemeente gingen huisvesten. De politie onderzoekt de diefstal en brandstichting van de staakcaravan en de leuzen die op het hoofdgebouw zijn aangebracht. Uit nieuw onderzoek van Utrechtse wetenschappers blijkt dat er veel minder plastic in de oceanen drijft dan werd aangenomen. Bij milieuorganisatie Schone Rivieren wisten ze dat al lang, want het probleem is namelijk veel dichterbij. Het zit in onze rivieren. Joost Barendrecht inspecteert de oever van de Waal bij Zaltbommel en vindt in een paar minuten al van alles wat daar niet thuis hoort. Het komt inderdaad via de riolering komt het in de rivieren, maar ook vanuit bedrijventerreinen, vanuit bouwplaatsen en uiteraard ook door recreanten die langs de rivieren recreëren, waardoor er ook voedsel- en drankverpakkingen ook in het water terechtkomen. En dat plastic richt enorme schade aan. Wat we hier in de bodem niet zien, dat is dat er best wel veel plastic wat meekomt met de rivieren ook achterblijft in de bodem. En dat is eigenlijk het verhaal wat recent is verschenen, dat er minder plastic in de oceaan zit dan verwacht. En dat komt omdat plastic wat uit de rivieren komt ook bezinkt in de rivieroevers en daarachter blijft. Het schoonmaken van rivierbodems is vanwege de enorme stroming niet te doen. Het is echt onbegonnen werk. En wat we eigenlijk al zien op sommige plekken, dus waar materiaal van de rivierbodem wordt hergebruikt, dus baggerspecie, dat daar ook weer plastic boven komt drijven als het wordt toegepast in het water. Vitesse opent morgen de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Volendam. De voorbereiding die verliep tot tevredenheid en de Arnhemse club gaat dan ook vol ambitie het nieuwe seizoen in. Wij zijn sowieso ambitieus en ik ook vooral. Dus ik wil gewoon voor Europees voetbal gaan naar volgend jaar. Dus daar moeten we wel voor streven natuurlijk. Heldere taal dus. Bij Vitesse zijn ze blij dat het seizoen eindelijk begint. Voorbereiding van 6 weken, dus dan ben je ook wel toe aan de eerste officiële wedstrijd. Het was wel een goede voorbereiding tegen goede tegenstander gespeeld. Dus dat is mooi. En ik denk dat we dat ook wat nodig hadden. Betere voorbereiding dan vorig jaar. Dus hopelijk kunnen we goed starten. Vitesse oogt een stuk beter dan vorig seizoen. Vooral in balbezit is er progressie geboekt. Maar we moeten ook in staat zijn om een stuk vaster aan de bal te zijn dan afgelopen seizoen. Nou is de echte testcase natuurlijk altijd weer een echte officiële wedstrijd.
in plaats van een oefenwedstrijd. Dus dat is de kunst voor ons om daar de volgende stap te zetten. En tot slot de hamvraag. Wie wordt de nummer 1 van Gelderland? Wij natuurlijk, 100%. Moet wel. Ook de Graafschap komt morgenavond al in actie in de eerste divisie, thuis tegen ADO Den Haag. En dan kan ook Mimoun Mahi zijn debuut maken. De aanvaller tekende vanmorgen een contract voor 3 seizoenen bij de Graafschap. Hij komt over van FC Utrecht. En NEC speelt aanstaande zondag in de Goffert tegen Excelsior. Straks in deze uitzending de bitterbal, een zeer populaire snack bij de borrel in Nederland. Volgens kenners is de bokbal niet minder lekker. Dat is een bitterbal gemaakt van bokkenvlees. De politie is vanmorgen groots ingezet om een dreigende situatie bij een vakantiewoning in Ooi. Tientallen agenten werden naar de Ellekomtse Dam gestuurd omdat het vermoeden bestond dat er wapens in de vakantiewoning zouden zijn. Groot feest afgelopen nacht zou flink uit de hand zijn gelopen en voor de dreigende sfeer hebben gezorgd. Met een speurhond doorzocht de politie alle gebouwen op het erf en vanmiddag werd het terrein weer vrijgegeven. De onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen hebben voor een wereldwijde medische doorbraak gezorgd. Ze ontwikkelden een computermodel dat mede aan het gezicht van kinderen een ontwikkelingsstoornis of syndroom herkent. Vaak leven de ouders van een kind lange tijd in onzekerheid over waarom hun kind een verstandelijke beperking heeft. De nieuwe vinding brengt een snellere diagnose dichterbij. En het laatste bestaande Rutgershuis van Nederland dreigt te verdwijnen. Door geldgebrek moet het centrum voor onder meer geslachtsziekten en anticonceptie in Arnhem per 1 september de deuren sluiten. De SP en D66 doen een uiterste poging het Rutgershuis open te houden. Beide fracties hebben vragen gesteld aan het dagelijks gemeentebestuur. De belangrijkste vraag is of de gemeente haar portemonnee wil trekken. Niet een kip of een ei, maar Ridder Jan is de nieuwe mascotte van Barneveld. Personage dat gebaseerd is op Jan van Schaffelaar, die in 1482 in Barneveld van de kerktoren sprong, moet de nieuwe publiekstrekker van het centrum worden. En vandaag kwam Ridder Jan voor het eerst tijdens een evenement in actie. Ridder Jan is bedacht door Anne Edelijn, die merkte dat veel kinderen het verhaal van Jan van Schaffelaar niet kennen. En toen kwam het idee van, hey, maar hoe brengen we Ridder Jan nou nieuw leven in? Nou ja, kinderen houden van mascottes, zijn er gek op ridders. Ik vind het een geweldige vondst. Ik denk dat het een manier is om de plaats Barneveld nog aantrekkelijker te maken. Barneveld wordt geassocieerd met een kip of het ei, maar dat zijn geen mascottes geworden. Ik vind dat er wel genoeg kippen en eieren zijn. Een held van een kind, dat zal eerder een ridder zijn dan een ei. Natuurlijk, het wordt Barneveld geassocieerd met eieren, maar vanuit toch wat meer een cultureel perspectief en marketing van het dorp aan zich, zeker kiezen voor Ridder Jan in plaats van voor het ei. Het is de bedoeling dat Ridder Jan de komende jaren vaak optreedt in het dorp. Ik hoop echt dat hij op heel veel evenementen aanwezig gaat zijn. Kinderen maken al tekeningen. Ze reageren ook. Hij kijkt super vriendelijk. Dus ze zijn ook niet bang. Ze kijken echt tegen hem op. Ja, top. Een bitterbal gemaakt van bokkenvlees. Sinds kort is het verkrijgbaar op een boerderij in Eibergen. Want waar haar bokken eerder alleen voor de export waren, probeert de geitenhoudster het vlees nu ook in Nederland populair te maken. Marel hoopt te zorgen voor een omslag. Nu worden de mannelijke geiten voor de slacht vooral naar Oost-Europa gebracht. En dat wil ze veranderen met de ontwikkeling van de zogenoemde bokbal. Dat hier de bokken hier kunnen blijven en niet zo ver hoeven te reizen. En dat ze ook wat ouder kunnen worden, want de bokken worden nu wat jonger geslacht. Maar als de afzet komt, dan kan er meer vlees aankomen. Dan kunnen ze ook wat ouder worden en een beter leven krijgen. Toen Marel enkele weken geleden bitterballen in de supermarkt zag liggen, ontstond het idee voor de bokbal. En nou dacht ik van, nou, dan ga ik dat eens proberen, want van de bok komt heel veel stoofvlees en dat is precies wat je nodig hebt voor de bitterbal. En de bokbal zou een hoog ijzer- en eiwitgehalte hebben. Volgens de geitenhoudster is de bitterbalvariant in trek. Mensen vinden het ook lekker, ze proeven de bok helemaal niet en zo vinden ze het toch leuk om te proberen. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En zometeen, na het nieuws, krijgt u nog het weer. Ik wens u nog een fijne avond.
Dag dames en heren. We hadden een schitterende start van de dag vanochtend met een mooie zonsopkomst. Prachtige kleuren, her en der ook wat mist boven de weilanden. Maar in de loop van de ochtend lossen dat snel op. De zon scheen op veel plaatsen flink. Maar geleidelijk aan zagen we her en der ook wel wat wolkenvelden verschijnen, met name in de westelijke regio's. Nou, in het oosten, in de Achterhoek bijvoorbeeld, bleef het gewoon de hele dag zonnig en vrij warm, met temperaturen van lokaal zo'n 24 graden. Maar de komende dagen, met name morgen, wordt het nog een stukje warmer. Dat heeft alles te maken met een zuid- tot zuidwestelijke stroming waarmee we te maken hebben. Het is overwegend zonnig daarbij, ook morgen overdag. Pas in de loop van de middag zien we de bewolking wat toenemen vanuit het westen. En dan morgenavond en in de nacht naar zaterdag verschijnt er vanuit Frankrijk een pluk met buien. En dat gebied trekt dan zaterdag overdag geleidelijk over in ieder geval een deel van onze regio. Dan wordt het dus echt duidelijk minder. Met name zaterdagochtend zal dat het geval zijn. Nou, vanavond en vannacht niks van dat alles. Het is overwegend zonnig. Temperaturen nog lange tijd rond de graad of 20. En uiteindelijk koelt het dan komende nacht af naar zo'n 12 graden. En ook dan is het overwegend helder. En dan morgen, ja, de warmste dag van augustus tot nu toe. Met temperaturen van 25 graden in het noorden langs de randmeren tot lokaal 28 in het zuiden van de provincie. En daarbij zijn er flinke zonnige perioden. Pas later in de middag zien we vanuit het westen de bewolking langzaam toenemen. Later kan er in de westelijke regio's mogelijk ook een bui vallen, maar veel zal dat niet voorstellen. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidwesten kracht 2 of 3. Gaan we dan verder vooruitkijken, dan zien we met name zaterdag dus dat gebied met buien passeren. Kunnen lokaal stevige buien zijn, vooral in de ochtend. De dagen daarna is het overwegend droog met meer ruimte voor de zon en temperaturen op een aangenaam niveau van gemiddeld een graad of 25. Ik wens u een mooie avond.